Hey, welkom dames en heren bij Jaapie Vlagclub. We staan nu op de top van een weg bij een tempel. We gaan even iedereen laten weten dat we er zijn. Dames en heren, we hebben één dagje vrij vanwege Dragon Boat Festival. Nou, in China is vrijdag anders dan in Nederland. China moet je dan een andere dag inhalen. Wij moesten vrijdagochtend de hele dag werken, wanneer we normaal vrij hebben. We hebben nu dus één dag vrij. Wat ik dus even wil zeggen is, Dragon Boat was een hele beroemde dichter. En die gaf de koning allemaal advies, maar de koning wou nooit luisteren, was heel eigenwijs. Door die koning slecht te handelen, viel het hele koninkrijk uiteen. En die dichter was zo, hoe noem je dat? Fucked up. Die in het water sprong, zelfmoord pleegde. En de mensen wisten dat hij heel goed was, dus probeerden ze hem te redden. Gingen ze dit in het water gooien. Tongse, zodat de vissen dit zouden eten en niet het lichaam van die man. Dus daarom Dragon Boat Festival eten we dit. De bewoners probeerden die man te redden met een Dragon Boat, maar hij was te langzaam. Dus daarom houden ze nu elk jaar van die races om te zien wie het snelst is. De knolke zakje gaat echt de knolke traag. Oh, hebben we. Hier Pippi is heel lief handje, vindt de motor ook heel leuk, maar soms moet je hem even een beetje trainen. We gaan hem nu trainen om te ontsnappen uit een soort van graaf. Pippi! Pippi, ik zit hier voor mijn rust. Till he gets what he's found. Hey, look yonder coming, running down that mountain. My dogs are saying it's a good tree and day. Look yonder. Dames en heren, dit is Jaapie's voorbereiding op de grote weg naar huis. Paar draadjes los, jongen. Bij de auto dan, hè. Voor de rest moet je alleen het sleuteltje vinden, dan kunnen we gaan. Maar 60k op te tellen. Oh, ik heb lippenstift. Ja. Oké, okay, Matthew gaat China eer bewijzen. Daar gaat hij. Oebeli, strobeli, kanoebeli. Kopje onder, drie slagen. Let's go, Matthew. Helemaal fris.
Dames en heren, we zijn op de camping. We hebben zomervakantie, oftewel in Chinese termen is dat 3 dagen vrij. We dachten, we gaan er meteen op uit. We zijn in de bergen, we hebben mooi weer. Ik laat even ons kampen zien. Dit is Matthew's gloedje nieuwe Honda Fighthawk. Niet te verwarren met de Honda Nighthawk. 190cc, mooi dingetje. Matthew's tent, Jaapie's, motortje. Gisteren had ik erg pech, jongen. Als ik met de motor dwars door de scheid gereden, overal scheid. Had ik ook mijn hele broek onder de scheid. Ik weet niet hoe het kwam. Stinken, jongen. Ik heb even gewassen in de rivier hier opgehangen. Ik doe dit ding af, jongen. Ik weet niet hoe meiden dit kunnen. Nieuw huisdier, dat is Pippi. En die slaapt in dit tentje. Dat is gewoon weer achter. Net kwam hier de baas al even langs. Die zei, ja, je moet betalen, betalen. Zo uiteindelijk 20 yuan betalen voor z'n 3 en 2 motors. Dat is omgerekend 2,5 euro. Helemaal niks dus. Dus we gaan hier even chillen en eten koken dadelijk. Dus we zien je zo weer. Joehoe! Het is al avond geworden. We hebben honger, jongen. Holy fuck. Snel, we doen de friet eraf. Gewoon goed te eten. Pepe. Dit is nog viezer dan Chinees.